Voor het eerst in 24 jaar mag er een Nederlandse bokser naar de Olympische Spelen. Peter Mullenberg, afkomstig uit Almelo, gaat naar Rio dankzij deze wedstrijd. Ja, Peter, finale stoot was het. Welkom. Ja, die heb je uitgedeeld, 15 april. En je speelt hier tegen Mehmet, geloof ik. En hier heb je je ticket veroverd. Ja, dat klopt. Het was de halve finale. En dit was het moment om te schijnen, zeg maar. Ja. En hier moest ik het doen. En het is gelukt. Ja, het is wel bijzonder, want je schrijft eigenlijk historie. 24 jaar lang is er geen enkele Nederlander die het voor elkaar kreeg om naar de Spelen te gaan en nou lukt het je. Ja, eindelijk. Hoe blij was je? Ja, ik was echt heel blij. Er waren nog wat foto's gemaakt toen en dan kon je ook echt zien hoe blij ik was. Ja, het liep ook gewoon eigenlijk perfect. We gingen er naartoe om te kwalificeren. Ja. Daar zeiden we ook van, hier moet het gewoon gebeuren. Maar het moet wel op dat moment ook, moet het ook gebeuren. Ja, want was het een geduchte tegenstander? Hij was een beetje lokale favoriet, toch? Lokale favoriet, ja. Het is natuurlijk een Turk in Turkije. Ja. Ja, en die werden wel wat extra geholpen, zeg maar. Dus het hele publiek stond ernaast om hem op te jutten. Ja, dus je hoorde ze ook heel goed. Ja. En er had een klein groepje Nederlanders die probeerden er bovenuit te komen. Maar ja, en uiteindelijk moest ik gewoon heel duidelijk proberen te winnen. En ja, dat was gelukt. Maar hoe hou je jezelf dan rustig en gefocust op die pad? De enige focus die ik had was gewoon de kwalificatie. Ja. Ik denk, deze moet ik gewoon winnen. En toen, dan merk je gewoon na een seconde of 10, 15 merk je al van dit gaat mijn wedstrijd worden. En dan om blijven stoten, zeg maar, en proberen op mijn lengte, hij was iets kleiner, op mijn lengte de juiste treffers te maken. En dat ging, dat werkte goed. Het is gelukt. En nu mag je. Het is voor jou wel een lange weg geweest naar die Spelen. Ik ben geloof ik als jongen begonnen in Almelo. Ja, inderdaad, net 15. Waarom ben je eigenlijk gaan boksen? Het zat toevallig bij mij in de straat, okay. Dus ik ben eens gaan kijken. Het kwam op je pad? Ja, het kwam op mijn pad en ik bleek er wel goed in te zijn. Ja, en bleef ik doortrainen. En vervolgens was het om naar de Spelen te komen best lastig, want je kreeg vrij weinig steun van de bond. Ja. Vrij weinig steun van NOC-NSF, de sportkoepel die normaal sporters echt wel naar de top brengt. Waarom was dat zo? Omdat er juist al zo lang dus niet meer gepresteerd was door in het boksen. En toen hebben ze gezegd van we gaan daar geen geld meer aan uitgeven. En uiteindelijk hebben we alles op eigen kosten gedaan. Gelukkig heeft Defensie heeft mij goed geholpen. Met Defensie, daar werk je in het dagelijks leven. Daar werk ik, ja. Ben je als soldaat werk je bij Defensie. Actief, ja. En sindsdien heb ik me in 2013 werd ik tweede op de EK. En dat was ook op dat moment 20 jaar terug dat de Nederlander een medaille won op een EK. En toen gingen ze eindelijk... Toen werd iedereen weer een beetje wakker. Ja, een beetje wakker. En toen kregen we op dat moment ook een nieuwe bond. En ik moet eerlijk zeggen, die nieuwe bond heeft ons wel echt heel goed geholpen. Een nieuw bestuur bij de boksbond. Ja. Ja. Was je daarvoor niet ook pissig dan? Want dan train je als sporter hartstikke hard, maar je krijgt eigenlijk niet het podium dat je verdient. Ja, zeker. Maar uiteindelijk, ik was wel zo van, ik deed het echt voor mezelf, zeg maar. En natuurlijk baalde ik wel dat ze niet achter me stonden. Maar ik was ook op dat moment echt niet anders gewend. Dus het ging gewoon zo. En ik dacht van, dan doe ik het maar zelf. En ik was heel blij natuurlijk met Defensie, dat ze me in ieder geval ondersteunden. Ja. Ja, en toen kwam dat nieuwe bestuur en die hebben echt perfect geholpen. En toen werd NOC-NSF ook wakker en die zagen dat ook. En die dus zagen nu ook is alles georganiseerd, nu krijg je gewoon voldoende financiering om te kunnen perfect trainen. Ja. Het is nu gewoon perfect. Want train je nu bijvoorbeeld dan ook op Papendal, het sportcentrum? Ja, we zijn nu eigenlijk bijna fulltime zeg maar, aan het trainen op Papendal. Ja. We slapen wel meestal thuis, 1 à 2 dagen in de week op Papendal, maar de rest... trainen we wel daar. En Defensie denkt niet, wij sturen jou nog even op uitzending vlak voor Rio. Nee. Die zijn ook heel trots erop dat ik zeg maar, voor hun natuurlijk uitkom. En dan, die geeft me echt alle vrijheid en tijd die ik nodig heb om te boksen. Hey, over het boksen zelf, want sommige mensen kennen die sport niet zo heel erg goed. Wat moet je daar allemaal voor doen? Hoe train je daar eigenlijk voor? Veel, vooral veel. Ja, ik denk altijd touwtjes springen. Nooit geen touwtjes springen. Nee, bijna niet. Nee. We zijn veel bezig met het techniek, tactisch gedeelte, veel zakwerk, patsen, sparren. En dus echt veel het echte werk, het echte werk, maar ook veel lopen, wel hard lopen. Oké. En dan vaak tot een kilometer of 5.
Oké, dus echt flinke sprintjes. Sprintjes en tempo loop. Ja, een explosieve sport dus. Inderdaad, ja. En zitten er dan ook nog gewichtsklassen aan? Ja, ik boks in het half zwaargewicht tot 81 kilo. Ja, en dan zo heb je 10 gewichtsklassen. Ja, en is dat lastig voor jou om dan net onder die 81 kilo te blijven? Nee, juist niet. Ik was hiervoor 75 en dat was wel lastig. Altijd afvallen. Oh, vreselijk. En, ja, inderdaad. Nooit lekker kunnen eten. En nu kan ik echt alles eten en drinken wat ik wil. Ja. En dat is wel... De boks voor mij een stuk lekkerder. Ja, want anders dan heb je eigenlijk een tweede sport erbij. Inderdaad, dan ben je alleen maar bezig met afvallen. En nu kan ik gewoon lekker focussen op het trainen. En ja, daarnaast gewoon goed eten. En de sport zelf, merk je ook nu dat nu jij naar de Spelen mag, dat het een echt weer een aantrekkende werking heeft? Want ooit in Barcelona, 24 jaar geleden, waren er 6 Nederlandse boksers die naar de Spelen mochten. Ja, inderdaad. Komt dat ooit weer, die tijd, denk je? Ik hoop het. Ik hoop het echt. En we hebben nu wel een heel goed team, moet ik zeggen. We zijn met 4 jongens en 2 dames. Ik denk dat er nog een paar bijkomen, misschien voor Rio. In ieder geval, dat hoop ik. Die zijn ook gewoon klaar voor. En komen ze ook een beetje uit deze regio? Nee. Dat niet? De dichtstbijzijnde is volgens mij toch Arnhem. Ja. Dat is de plek waar je nu zelf ook woont. De plek waar ik zelf ook woon, ja. En voor de rest wonen ze in Rotterdam en in Brabant, die kant. Ja, vind je dat in Overijssel genoeg gesport of gebokst wordt, zeg maar? Nee, voor mij redelijk weinig. We hebben ook voor mij nog maar, even kijken, nee, nu 2 boksscholen voor mij. In Hengelo eentje en in Enschede. Dus dat mag wel ietsje meer van jou? Ja, dat mag wel wat meer loskomen, ja. En maar misschien dat nu gebeurt. Dat mensen nu denken, hey, leuke sport, we gaan het weer proberen. Ja, want heel veel mensen denken ook vaak aan een gevaarlijke sport. Ik zit namelijk stiekem even naar jouw oren te kijken. Maar heel vaak krijg je van die oren waar... Een soort bloemkooloren. Bloemkooloren, en zo. Die heb jij niet? Nee, dat is meer met judo, toch? Nee, met boksen zie je het niet vaak, hoor. Nee. En is het een gevaarlijke sport dan? Is dat een voordeel dat klopt? Of? Ja, kijk, tuurlijk, je krijgt een klap op je hoofd. Ik kan niet zeggen dat het gezond is. Nee. Maar ik heb er tot nu toe gelukkig nog weinig last van. Ik heb nu 250 wedstrijden bijna. Dus, wel eens knock-out gegaan? Nee, gelukkig niet. Nee. Oké. Maar dat is natuurlijk ook niet het doel, hè? Dat is niet het doel, gelukkig. Nee, en tegenwoordig zie je ook heel weinig knock-outs nog. Dus... Het is een goede sport. Het is een goede sport, ja. Jij gaat voor goud, hè, neem ik aan, ja, om te spelen. Ja, absoluut. Hou je ook een beetje van goud en van wit goud misschien? Ja, wit goud is leuk, maar niet in de vorm van zilver, zeg maar. Dus nee. Het moet wel echt goud zijn. Echt goud. Nou, ik wens je heel veel succes daarbij.